Vandaag zijn de nieuwe studenten gearriveerd in Delft. Ze worden getrakteerd op een diner langs de Schie. We staan hier bij Jason. Jason, jij zorgt voor de veiligheid. Je hebt een heel serieus gezicht. Ik ben heel serieus. Jij bent heel serieus. Wat ik me afvraag, wie mag er nou door en wie mag er nou niet door? Nou, in principe mag niemand door, behalve de mensen van de organisatie en de mensen die bezig zijn. Zometeen krijgen we een parade hier, dus die mogen allemaal door. Dus alle studenten hebben bandjes om, die mogen wel door. Okay. Ja, we staan hier bij twee studenten zo te zien. Ja. Wat brengt jullie hier, dames? Ik ga naar mijn zus kijken wat leuk, hier. Wat ja. Leuk. En wat doe jij? Ik studeer ook, maar niet hier in Delft, in Maastricht. En hoe is dat Maastricht? Superleuk. Superleuk. Ja, echt heel leuk. En u bent ook student? Nee, mijn dochter is student hier in Delft. En dat is ook superleuk, Delft. Ja, ja echt. En welke studie gaat zij doen? Zij studeert al Molecular Science and Technology, wow. Zoals tweedejaars. Ja. Dus een razend trotse moeder. Ontzettend. Dank u wel. Van de Delftse studentenwedstrijdzeilvereniging, Broach. Okay. En waarom zou ik lid worden als ik een van de 4.500 nieuwe studenten ben? Nou, wij zijn de gezelligste vereniging op het land en op het water. En daarbuiten natuurlijk eigenlijk ook, toch? Helemaal leuk. Ja, go. Wij staan hier bij Feline. Ja. Jij zit in de organisatie. We staan hier al een tijdje stil. Wat is er aan de hand? We zijn aan het wachten tot het akkoord van ons veiligheidspersoneel van de TU Delft. Dat we mogen gaan rijden, want iedereen moet natuurlijk wel op zijn plek zitten. Voordat we kunnen gaan rijden, want het zijn natuurlijk een hele stoet auto's. Maar als het goed is, hebben we dat zo snel mogelijk. En dan kunnen we gaan rijden en dan begint het feest. Delft lacrosse. Oké. Omdat het een unieke sport is, niet heel veel mensen doen lacrosse. En ja. Het is echt een leuke studentensport, dus ik zeg meedoen. Als je van jazz houdt, is dit dé plek om te zijn. En wat voor soort jazz hebben we het dan over, Gijs? Nou, alle soorten jazz eigenlijk. Gewoon oud, nieuw. En ja, we zijn open voor allemaal nieuwe soorten natuurlijk. Verschillende leden. Iedereen is welkom en allemaal verschillende activiteiten. Wat mooi gezegd. Ja, toch? En van welke studentenvereniging zijn jullie? Van de Delftse Zwerver, studentenscouting. Oh nee hè. En wat maakt jullie vereniging nou zo ongelooflijk bijzonder? Nou, omdat je hier kan iedereen zichzelf zijn. Iedereen is hier welkom en we hebben de domste en leukste ideeën die we elke keer uitvoeren. We hebben ook natuurlijk de beste vlag van de hele parade, dus dat moet ook gezegd worden. Okay. Ja, we staan hier bij Berend de Vries. Berend, wat is jouw functie precies? Ik ben de voorzitter van het TW-bestuur. Volgens mij heb jij een onwijs zware week achter de rug, kan dat? Ja, best wel. Het zijn lange dagen. Dus we zijn sinds donderdag begonnen met de opbouw. En vanochtend hier om 7:00 waren we aanwezig voor het opbouwen van dit evenement. En een paar uur later dan staat dit evenement er. Het loopt volgens mij als een zonnetje. Hoe word je voorzitter van OE? Dat is een goede vraag. Je wordt gevraagd om het OW-bestuur te worden en vervolgens ga je met z'n allen kijken van nou, welke functie vind jij het leukst, welke past het beste voor jou. En toen zijn we uiteindelijk samen tot de conclusie gekomen dat ik het beste als voorzitter pas. Berend, hoe groot is het bestuur van OW? Het bestaat uit 8 mensen. 8 mensen en die worden ook allemaal, dat verdelen jullie ook allemaal democratisch? Ja, dus iedereen komt uiteindelijk op een plek terecht waar hij zichzelf thuis voelt en die leuk vindt en uitdagend vindt. Ja. En wat heb je geleerd in je rol als voorzitter? Er is een heel groot verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Die heb ik van jongs af aan van mijn moeder meegekregen. Maar dit jaar krijg je dat nog meer te fijn. Maar je hebt nog een hele week voor de boeg. Het is tot en met donderdag. Het is de 7e jaar, zei je dus straks. Wat gaat er deze week nog gebeuren wat echt belangrijk is wat jou betreft? Nou, het is het 7e jaar dat het schiediner plaatsvindt. Maar het is dit jaar al de 50e jaar dat de OW plaatsvindt.
Andere dingen die nog meer gebeuren die echt heel leuk zijn deze week is, nou ja, zometeen is het openingsfeest. Maandagmiddag hebben we de informatiemarkt op de markt, waarin eigenlijk alle verenigingen zich presenteren aan de deelnemers. Verder hebben we woensdag de activiteitenmarkt. Daar kunnen alle sport- en cultuurverenigingen zich laten zien aan de verenigingen en wat de TU te bieden heeft aan sportfaciliteiten. Dus het is een hele diverse week. En wanneer is deze week nou helemaal top voor jou? Op het moment dat elke student die in Delft gaat studeren zich op zijn plek voelt. Nou, het zijn er 4.500 dit jaar. Ik heb het tot nu toe meegemaakt. Het loopt allemaal voortreffelijk. Complimenten kerel namens Omroep Delft. Ik wens je een hele fijne week. We spreken elkaar vast toch? Yes. Sportvereniging Drop. Oh, wat leuk. En waarom zou ik lid van jullie worden? Ik niet. Nou, hè, maar als mensen willen skaten, surfen, snowboarden, kiten, waken. Keihard partyen. Heel hard partyen. Ook partyen. En we willen het even laten zien door mensen te laten skaten op de halfpipe. Ah, wat leuk. We zijn naast een hele leuke gezelligheidsvereniging, zijn we ook een reisvereniging. Dat is wat ons onderscheidt. We maken heel veel leuke reisjes, zo'n 5 à 6 per jaar. En doen we met heel veel plezier. Zoals je ziet hebben we een hele stoet meegenomen. Allemaal in het paars. En we schreeuwen allemaal. We zijn heel jong en daardoor een hele grote familie. Okay. We bestaan pas 4-5 jaar, maar wel ondertussen echt super veel leden. Okay. En daardoor is één hele leuke grote familie mensen. Okay. Leuk, fijn om te horen. Veel plezier, dankjewel. Ja, de chauffeur. Chauffeur, respect man. Yes! Yes! Jullie zijn van outside, hè? Ja, klopt inderdaad. En wat zijn jullie voor vereniging? Leg eens uit. Wij zijn de LHBT Jongeren en Studentenvereniging van Delft. Oké. Okay. Heel actueel, mag ik wel zeggen? Ja, zeker. We zijn er voor alle LHBT'ers hier in Delft. En dus ook alle nieuwe studenten die hier nu komen. Proberen we een fijne plek voor hun te bieden. Waar ze allemaal samen kunnen komen. En het gezellig kunnen hebben op onze avonden. De Delft Studenten e-sports vereniging, DSA. Wow, en wat doen jullie? We houden van e-sports, we houden van gamen, we houden van gezelligheid. Alleen maar leuke dingen. Ja, en dan komt de volgende weer aan. Het is een gezelligheidsvereniging die vooral heel veel alternatieve mensen heeft. En die vooral gaat om inclusiviteit en zorgt dat iedereen zich thuis voelt. Dus dat een beetje. Even lekker schaatsen. Ja. En fietsen. Wat leuk. Oh, ik zie rollerskates. En ja. waarom zouden mensen lid worden van jullie? De beste binnen. En we hebben de beste binnen. Oké, nou, ik ga er verder niet op in. Ik wens je heel veel inschrijvingen. Dankjewel. Slopend. En waarom zou ik lid van jullie worden? Omdat wij net dat beetje meer zijn. Net dat beetje meer sport in Delft. Net dat beetje meer outdoor. En net dat beetje meer avontuur.